Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes nummer 1413 met een uitzending voor vandaag, 18 september 2018. Dit is het bulletin van dinsdag. Ik meld niet zo vaak dingen over onderdelenmarkten die gehouden worden. De lichtmis is echter een waar fenomeen. Aanstaande zaterdag, 22 september, wordt deze markt voor de 37e keer gehouden. De onderdelenmarkt vindt plaats bij wegrestaurant De Lichtmis tussen Zwolle en Meppel. Ruim 30 jaar geleden kreeg een groep centamateurs uit de omgeving van Nieuweleuze Meppel het idee om een radio-onderdelenmarkt op te zetten. Het begon eigenlijk allemaal met enkele handelaren die hun onderdelen te koop aanboden in het wegrestaurant. Toen deze ruimte in het wegrestaurant te klein werd voor het aantal handelaren is men begonnen met het plaatsen van stands rondom het restaurant. De markt werd bekender en vele handelaren bieden nu hun koopwaar aan op deze markt, zo schrijft www.veron.nl. De toegang tot de markt is gratis, waar vind je dat nog? En als het weer niet tegen zit, is de gelegenheid te parkeren in een weiland. Verder vindt er een kofferbakverkoop plaats. Informatie over de markt, die dus aanstaande zaterdag plaatsvindt, is op diverse plekken op internet te vinden. Onder andere ook op www.veron.nl. En zoek anders op onderdelenmarkt De Lichtmis. Hierna volgen nog enkele delen uit de serie over antennes, die allemaal over het onderwerp loopantennes gaan. Deze serie is voor het eerst uitgezonden in het begin van de Daily Minutes, toen PI2NOS nog een veel beperkter bereik had dan nu. Waarschijnlijk dat verklaart waarom het aantal positieve reacties op dit onderwerp een stuk groter is dan bij de eerste uitzending. Deel 11 van de serie over antennes gaat opnieuw over loopantennes. Een bijzondere loopantenne die ook een kleine afmeting heeft, dat is de halo-antenne. Een halo-antenne is echter geen magnetische kleine loopantenne, omdat er tegenover het voedingspunt in de lus een onderbreking zit. Hierdoor heeft de halo-antenne dus ook totaal andere eigenschappen dan de kleine magnetische loop, waarover het hier dus vooral gaat. Al ziet hij dus op het eerste gezicht bijna hetzelfde uit. We gaan terug naar de grote full-size resonerende loop en de kleine magnetische loop waar het ook in het vorige deel over ging. Bij een grote resonerende loop maakt de vorm eigenlijk niet zo heel veel uit. Een cirkel is mogelijk en een andere vorm ook. De vierkante straler voor een kwad gedraagt zich, zoals we zeiden, zonder elementen dus niet anders dan de ronde loop. En dat is zelfs voor een gevouwen dipool ook het geval. Bij de kleine loop, die ook magnetische loop genoemd wordt, die niet van zichzelf al resoneert, ligt dat beduidend anders. Bij zo'n antenne die voor veel grotere golflengtes dan de eigen afmeting wordt gemaakt, hangen stralingsweerstand en efficiëntie niet af van de vorm, maar wel van de afmeting van de oppervlakte die door de loop van de antenne wordt omsloten. Daarnaast is ook het aantal windingen van zo'n loop belangrijk. Ja, en de grootst mogelijke oppervlakte die je met een bepaalde lengte draad kunt omsluiten, verkrijg je als de loop een cirkel is. Het gaat er dus eigenlijk om dat de netto weerstand van de antenne kleiner wordt naarmate de draad korter is. Daardoor nemen ook de verliezen af als de draad dus korter is. De hoeveelheid ontvangen signaal wordt daarbij groter naarmate de oppervlakte die door de loop omsloten wordt groter is. Derhalve levert een loopantenne met een zo kort mogelijke geleider en een zo groot mogelijk oppervlak dat omsloten wordt het beste rendement. Deel 12 van de serie over antennes gaat dit keer over de grote resonerende loopantennes. In principe kan de grote loop, zoals we al stelden, als een open dipool worden beschouwd, of een open dipool als een resonerende grote loop. Om te resoneren, dat wil zeggen een ohmse impedantie te hebben, op het voedingspunt moet de loop in omtrek ongeveer gelijk zijn aan een golflengte. Zo'n element resoneert overigens net als veel andere antennes ook op de oneven harmonische van de frequentie waarvoor hij is gemaakt. De richting waarin een resonerende grote loopantenne straalt, verschilt 90 graden van die van de kleine magnetische loop. Straalt een grote loop, net als een open dipool, loodrecht op zijn eigen richting, een magnetische loop straalt juist maximaal in zijn eigen lengterichting. Een grote ronde loop of een kwad straalt wel minder energie omhoog dan een gesloten of een open dipool. Daardoor heeft hij ook een heel klein beetje meer versterking, maar meer dan 10% is dit niet. Het richteffect van een grote loop kan worden verbeterd door deze niet één golflengte groot te maken, maar bijvoorbeeld 3 of 5 golflengtes groot. Daarnaast kunnen om de versterking te vergroten extra richtelementen worden toegevoegd, zoals bij een kwad of bij een lus- of loopjagi. De polarisatie van een grote loop is horizontaal als hij onderaan of bovenaan wordt gevoed en verticaal als het voedingspunt van opzij zit. Deel 13 van de serie over antennes gaat opnieuw over de magnetische loop. Ik ga wat langer op dit antennetype door, omdat het een antenne is voor beperkte ruimte. Je kunt hem ook binnenshuis opstellen. En veel mensen hebben tegenwoordig natuurlijk minder mogelijkheden dan in het verleden haalbaar was om plaatsing van een antenne mogelijk te maken. Daarnaast is de magnetische loop een van de antennes, zo niet de belangrijkste, die iets doet aan het onderdrukken van de storing waar veel amateurs tegenwoordig door worden geplaagd.
Dat laatste is iets waar ik deze serie over antennes nog meer op zal ingaan. Hoe kun je voorkomen dat je storing binnenkrijgt? Ik weet nog dat een paar jaar geleden hier een amateur op bezoek was. Misschien weet hij het zelf ook nog wel. Die meldde dat ik mijn korte golfantennes makkelijk zo zou kunnen ophangen of opstellen dat ik een sterker signaal zou hebben. Dat is inderdaad waar. Ik heb mijn draadantennes voor de korte golf echter zodanig opgehangen dat de hoeveelheid ruis die ik vanuit de huizen hier ontvang zo gering mogelijk is. Inmiddels werkt dat al niet meer. Het is niet meer effectief genoeg. De hoeveelheid storing is bij mij behalve op 50 en 70 megahertz zo groot geworden dat eigenlijk op alle banden er flink last van heb en dat me dat kort wiekt in mijn mogelijkheden. Ik wil zelf dus binnenkort ook nog iets gaan doen om die storingen weer kwijt te raken. Hoogstwaarschijnlijk zal dat in mijn geval een constructie zijn met een aparte antenne voor zenden en van ontvangen. Maar terug naar de loopantennes en dan met name die kleine magnetische loop. De kleine loopantennes worden vooral voor de lagere frequentiebanden gebruikt, ruwweg tot ongeveer 20 MHz. Maar je ziet ook nog wel dat ze voor de banden net daarboven nog worden gemaakt. In de vorige aflevering ging het vooral over de grote loop en bijvoorbeeld de mogelijkheden om zo'n antenne meer versterking te geven. Vandaag gaan we weer naar de kleine magnetische loop. Die antenne waarvan het richteffect 90 graden verschilt van de grote loop en de antenne die in staat is om die vervelende storingen uit de ontvangst weg te laten. Het verschil in 90 graden ten opzichte van een grote loop is opmerkelijk, maar wel begrijpelijk als je er wat verder op ingaat. Een kleine magnetische loop gedraagt zich eigenlijk gewoon als een gekoppelde spoel, zoals bij een transformator, waarbij het hoogfrequentveld dat je wilt ontvangen gezien kan worden als de primaire wikkeling van die transformator en de antenne gezien kan worden als de secundaire wikkeling. Dat de antenne in de richting waar een grote loop het meest gevoelig is een dip heeft zitten, laat zich ook gemakkelijk verklaren. Bij een grote loop staat er een staande golf op de antenne. Dat wil zeggen dat op de tegenoverliggende zijde van de antenne de stroom steeds in tegenfase is. Bij een magnetische loop is de stroom overal op de antenne ongeveer gelijk groot. Dat betekent dat signalen vanuit dezelfde richting als waar de grote loop juist het meest gevoelig is, bij de kleine loop uitdoven. Immers, de spanning in de antenne is in dat geval overal gelijk. En bij de twee antenneaansluitingen stijgt de spanning en daalt de spanning dus op hetzelfde moment. Daardoor kan er op dat moment tussen de beide antenneaansluitingen dus geen stroom lopen. Vanavond vanaf 8:30 vindt weer de DISTA-ronde plaats, geleid door Danny PA2SNK. Dan moet ik het wel goed zeggen. De ronde is te volgen op alle DISTA-repeaters in Nederland. En daarnaast op de stream van Frans PD4FMJ op de website pd4foxmikejuliet.nl. En dan moet je bovenaan op DISTA-player klikken. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De Daily Minutes komt tot stand mede dankzij de stichting Scope Hobbyfonds. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. En microfoon naar retour.